Zo'n katalysator is bijvoorbeeld in Zwitserland, waar de test ons heen voerde, al jaren verplicht. Dit is de eerste testauto, de nieuwe Volvo 480 Turbo met 120 pk. Verder de Volkswagen Golf GTI 16V met 16 kleppenmotor en 129 pk. En de Honda Prelude 16V met vierwielbesturing en 16 kleppenmotor. In ons land alleen te koop met 150 pk en zonder katalysator. Die is sneller dan de geteste schone versie met 137 pk. Drie auto's, één met turbomotor en twee met motoren met vier kleppen per cilinder en één auto met vierwielbesturing. Een interessante vergelijking. We gaan eerst maar eens kijken wat ze presteren in de acceleratietest. De Honda is de zwaarste van de drie en dat merk je bij die acceleratie. De Volkswagen en de Volvo zijn allebei sneller weg en zitten in 9 seconden op de 100 km per uur. Deze Honda heeft daar 9,4 seconden voor nodig. Honda noemt als een van de voordelen van vierwielbesturing een kleinere draaicirkel. Die bedraagt 10,50 meter. Maar de Volvo met alleen sturende voorwielen heeft maar 10 centimeter meer nodig. De Volkswagen heeft wel duidelijk een grotere draaicirkel, 11 meter. Hoe goed zijn de veersystemen van moderne, sportieve auto's? De vroeger plankhard geveerde Golf GTI is wat soepeler gemaakt en biedt nu voldoende veercomfort. Ook de Volvo 480 veert stevig, maar voldoende comfortabel. De banden houden goed contact met de weg en de carrosserie blijft mooi vlak. 70 km was voor de Honda te snel. Het was zelfs hoorbaar, hij raakte de grond. Er moest flinke snelheid worden geminderd. Ook op andere plaatsen op de testbaan gebeurde hetzelfde. Bij het inveren komt de uitlaat met een grote vonkenregen op de grond. Bij Formule 1-auto's gebeurt dat ook wel eens, maar hier kan het niet. De interieurs. De Honda heeft een zeer compleet, overzichtelijk dashboard. Het instrumentenpaneel van de Volvo is nog indrukwekkender, met boordcomputer en volop knopjes en meters. De Volkswagen had een als extra leverbaar digitaal dashboard. Een kwestie van smaak of je dat mooi vindt. Ook de Golf heeft een boordcomputer die informeert over tijd, temperatuur, verbruik enzovoorts. De Golf bezit goed steunende sportstoelen. De stoelen van de Honda zijn moeilijk echt fijn in te stellen. En de Volvo biedt veel zitcomfort. De Golf reden we als vier deurs. Hij biedt dan ook achter een goede instap en behoorlijk veel ruimte. De Honda en de Volvo zijn er alleen als twee deurs. De Honda-motor levert zijn vermogen en trekkracht pas bij een vrij hoog toerental. De Volvo-motor biedt juist al vanaf heel weinig toeren veel trekkracht en beschikt over een heel geleidelijk werkende watergekoelde turbo. En net als de Honda vraagt ook de 16 kleppenmotor van Volkswagen om veel toeren. We komen toe aan de wegligging en de andere eigenschappen van de auto's. Volkswagen wil met de GTI een sportieve gezinsauto bieden. Ontwikkelde de 16 kleppenmotor om in de GTI-klasse op kop te blijven en je ziet de auto nogal eens een keer in rallies. Honda doet veel aan high-tech. De Prelude is de eerste auto met vierwielbesturing, een mechanisch systeem waarbij de achterwielen een paar graden mee of tegensturen. En Volvo is vanouds zeer veiligheidsbewust. De 480 heeft daarom onder andere bumpers die niet bang zijn voor een paaltje. De grote vraag was natuurlijk of vierwielbesturing, het weggedrag en de veiligheid nou echt verbetert. Wel, de Honda stuurt als het spreekwoordelijke scheermes. Heel direct, ook op hoge snelheid, uitermate stabiel, zeer handelbaar. De Golf bleek het echter in de slalomtest zeker niet minder te doen. Hij tilt wel een achterpootje op, maar blijft uiterst veilig. En ook de Volvo 480 beschikt over een uitstekende wegligging. Hij helpt iets meer, maar is betrouwbaar en snel om de pylonnen heen te sturen. Dat bleek ook weer bij het uitwijken op hoge snelheid. Even tegensturen was voldoende om de auto onder controle te houden. De vierwielbesturing gaf de Honda nog iets meer stabiliteit. En de Volkswagen met zijn wat verlaagde onderstel bleef al even betrouwbaar. Een paniekstop vanaf 120. De Honda met standaard ABS. De Volkswagen met een als extra gemonteerd anti-blokkeerremsysteem. De Volvo zonder ABS. De Volkswagen remt het best, de Volvo iets minder en de Honda remde slecht. Had liefst 11 meter meer remweg dan de Golf. Dat kan net het verschil zijn tussen overleven of overlijden.
dan het weggedrag op gladde ondergrond bij het maken van een paar bochten. De Golf doet dat uitstekend, glijdt nauwelijks weg. De Honda glijdt wat over de voorwielen, maar stuurt met de achterkant mooi mee. U ziet dat hier. En de Volvo is op zo'n gladde ondergrond wat meer onderstuurd, glijdt meer over de voorwielen en dat scheelt in de te bereiken snelheid. Om nog even op die rijveiligheid door te gaan, bij het remmen op deels nat en deels droog wegdek ga je met elke auto zonder ABS, zoals deze Volvo, achterstevoren. De Honda met standaard ABS blijft redelijk in het spoor. Maar het als extra gemonteerde ABS op de Golf werkt duidelijk beter. Ook de Volvo 480 is als extra met ABS leverbaar. En dat brengt ons op de prijzen. Een vijfdeurs Golf GTI 16V kost 43.500 gulden. De Honda Prelude ruim 58.000 gulden. De Volvo 480 Turbo komt over 2 maanden, kost dan 54.500 gulden. En met ABS 60.000 gulden. In het brandstofverbruik zit ook nogal wat verschil. De Golf verbruikt het minst, de Honda het meest. De Honda met zijn hoogste verbruik heeft ook de grootste tank. De Golf heeft 55 liter inhoud, de Honda 60 liter, de Volvo maar 46 liter. Daarmee heeft die Volvo ook een te kleine actieradius van maar 396 kilometer. Bij de Volkswagen kom je op 1 tank 539 kilometer ver. Bij de Honda moet na 480 kilometer weer worden getankt. De Volkswagen, zo bleek ons, staat in de klasse van de sportieve gezinsauto's nog steeds aan de top. Met een uitstekend weggedrag op iedere ondergrond. Hij is goed gebouwd en snel, springt redelijk zuinig met benzine om en hij biedt voldoende comfort, ook voor passagiers achterin. Zijn fraaie techniek geeft de GTI 16-klepper nog steeds een voorsprong op zijn concurrenten. Volkswagen moet alleen wel wat verbeteren aan het lawaai binnenin, want bij hogere snelheden is de auto te luidruchtig. En bij slecht weer wordt de achterkant veel te vuil. Wie in de bagageruimte moet zijn, kan daarna zijn handen gaan wassen. Geen 16 kleppen of vierwielbesturing, wel een turbo. En die zorgde mede voor dat deze Volvo 480 indruk maakte. Hij is snel, biedt de prestaties waarin het eerste model, de 480 ES, teleurstelt. De motor is soepel en heeft voldoende trekkracht. Het weggedrag is goed en betrouwbaar, ook op gladde wegen. En de Volvo-technici in Helmond zijn erin geslaagd de auto toch voldoende comfortabel te laten veren. Een lampje in het portierslot dat gaat branden als je de deurhendel omhoog trekt. Een detail van de luxueuze uitrusting. Net als afstandsbediening voor achterklep en tankdop. Een achterwissel die bij achteruitrijden in slecht weer gaat werken. En een in hoogte verstelbaar stuur. De uitrusting is zeer compleet, maar dat mag ook wel voor die prijs. Nadelen zijn er ook. Zo is de veiligheidsgordelsluiting onhandig geplaatst. De kofferruimte is onvoldoende voor 4 inzittenden. En het verbruik is aan de te hoge kant. Toch alles bij elkaar een knappe, opvallend gevormde, dure, maar fijnrijdende auto die bovendien veel veiligheid biedt. Ten slotte de Honda Prelude met vierwielbesturing. Die bezorgt de auto geen opzienbarend betere rij-eigenschappen dan de beide andere testauto's. Al is de wegligging en vooral de stabiliteit op hoge snelheid indrukwekkend. De versnellingsbak schakelt als boter. Het verstelbare stuur zorgt voor extra comfort. Net als de rugleuningontgrendeling met een geheugen voor de eerder ingestelde stand. De afstandsbediening voor de achterklep. En het elektrisch bediende schuifdak. Als negatieve punten noemen we het matig werkende standaard anti-blokkeer remsysteem. De auto is niet goed afgeveerd en verbruikt te veel benzine. De high-tech behoeft nog wat verbetering, maar deze Honda is toch een heel aantrekkelijke auto. Zoals langlaufen in besneeuwde gebieden vroeger soms het enige middel van voortbeweging was en nu hobby, zo gaat ook de ontwikkeling op autogebied voort. De moderne techniek van de 3 testauto's heeft nu nog als enige nadeel de hoge prijs. De harde concurrentie in de autowereld en het steeds goedkoper worden van elektronica zal ervoor zorgen dat spoedig heel veel auto's profiteren van de techniek van onze testauto's van vanavond.